Oeh, dat wordt nog wel moeilijk hoor. Een cadeau voor Gouda, een stad die 750 jaar oud is. Maar wat geef je dan voor cadeau? Een boek? Nee, niet een boek. Of een mooie plant? Nee, kan niet een plant. Oh, een letter van banket? Nee, ook niet. Het moet iets groots zijn, iets wat iedereen kan zien. Eureka, ik heb het! Ik weet het! Oh, maar het is natuurlijk wel een heel groot cadeau. Het is maar de vraag of dat allemaal zo dat gaat passen dan. Met dat papier, dat speciale goudse inpakpapier. Even kijken hoor. Zo, en dan zo om. Prima. Klaar! Top! Haha! Piet! Piet, kom eens even gauw hierheen. Hallo Sinterklaas. Hey, muziek Piet. Wat fijn dat je er bent. En goed ook. Zie je dit cadeau? Ja. Dat cadeau moet mee op de boot naar Gouda. Komt En dat moet niet zomaar op een plekje. Dat moet op het veiligste plekje. Ja. Maar ook op het allerdroogste plekje. Op het allermooiste plekje. Voor wie is het ontzettend groot cadeau? Voor welk kind? Dat is niet voor een kind, muziek Piet. Oh. Dat cadeau, dat is voor de stad Gouda. Oh. Maar Sinterklaas, wat zit er in het cadeau? Dat is nog geheim. Je zult het wel zien als we in Gouda zijn. Gouda heeft al 750 jaar stadsrechten. Dat is heel lang. Maar dan ben ik nog steeds nieuwsgierig, wat zit er in het cadeau? Zal ik hem openmaken? Nee, dat kan niet. Als ik heel even kijk, dat we Sinterklaas toch helemaal niet erg vinden. Waarom krijg ik hem nou niet open? Zing het lied. Zing het lied? Wat betekent dat dan weer? Moet ik dan een liedje gaan zingen om het cadeautje open te krijgen? Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Nee. We doen een dansje voor de Sint. Na 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 na. Een dansje voor de Sint. Hij gaat nog steeds niet open. Zie je Sinterklaas. Sinterklaas, dans dan mee met zijn Pieterpaas. Doe het niet. Welk liedje moet ik zingen om het cadeau open te krijgen? Weten jullie het?